Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft een werkbezoek gebracht aan district Brokopondo en boven Suriname. Het doel van het bezoek was om de lokale ondernemers een hart onder de riem te steken, meldde Communicatiedienst van Suriname. Walden is ontvangen door de districtscommissaris Ludwig Mendeszoon en Frits Dingen. De minister benadrukte het belang van ondernemerschap. Ruim 43 ondernemers hebben onlangs een training gevolgd en hebben kapitaal nodig om te starten met hun zaak. De lokale kippenboeren hebben de bewindsvrouw gevraagd om kippenvoer te subsidiëren, aangezien dit heel erg duur is en doorwerkt op de prijs van kip. Walden gaf aan dat er reeds een werkgroep is samengesteld om dit probleem aan te pakken. Ze besloot haar werkgroep bezoek met controles in de lokale winkels.